Ik ben Bram. Welkom bij deze wedstrijd VVP tegen HSC 21. Het topklassenseizoen 2015-2016 begint VVSB dus thuis tegen HSC 21 met een nieuwe naam op de rechtsbuitenpositie. Tommy Bekooi kwam over van Quick Boys deze zomer en Tim de Rijk. In de verdediging speelt hij op de plek van Steven Kruijvanger die licht geblesseerd aan zijn hamstrings is. Goede lichaamsschijnbeweging van Tommy Bekooi. De voorzitter is ook goed en Zerboni komt hem dan nog via de lat over. In de openingsminuut van deze wedstrijd en Tommy Bekooi had zijn eerste balcontacten voor VVSB dus wel heel erg mooi kunnen maken. Het foutje van Jordi Zwart en die geeft Nieuwboer daarmee de kans. En aanwijzingen zijn er van Leeuwen. Goede onderschepping van Vladimir Ozic. Wie staat er dan vrij om uit te halen? Dat wil Van Niel doen. En dan wordt er over de bal heen gevallen en heeft de scheidsrechter Hens gezien. Hens moet er dan zijn van Ottink. Ja, die maakt inderdaad Hens, maar het is vooral ongelukkig. Er blijft over de vrije trap. Tim de Rijk mag het doen en die is heel dichtbij. Bal op de lat. En daarmee lijkt VVSB toch ook wel een nieuw wapen in huis te hebben. De vrije trap van Tim de Rijk, want hier mag hij het weer doen. Deze keer niet in één keer op doel, maar de kopbal van Jordi Zwart gaat maar net naast. Hij stond vogelvrij. Had toch wel wat meer met die kans misschien kunnen doen. En beseft dat zelf ook. Weer de corner van Tim de Rijk. Die dus met zijn linkervoet voor dode spelmomenten voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ook gevaarlijk kan het nu worden als de omschakeling van HSC 21 er is. Maar die wordt onschadelijk gemaakt door Tim de Rijk. Die een hele goede eerste helft speelt hoor. Op de plek dus van Kruijvanger. Die al wel in de tweede heeft meegespeeld. Maar deze wedstrijd tegen HSC 21 kwam in ieder geval nog te vroeg. Van Niel. Die haalt maar eens uit. Maar zijn schot gaat over. Frans van Niel, de nummer 10 van VVSB. De bezoekers dan. Ook eens een keer met een gevaarlijk moment. En daar gaat de bal op de hand van Tim de Rijk. En dit keer geeft de scheidsrechter daar niks voor. En de boosheid is wel te begrijpen. De bal, ja, heel ongelukkig op de hand van Tim de Rijk. En als je daar aan de overkant dan een vrije trap voor geeft. En hier helemaal niks voor. Ja, de boosheid is enigszins te begrijpen bij HSC 21. En de gele kaart ging uiteindelijk nog naar Bas ter Hoogt. Als weer Tim de Rijk dichtbij de openingstreffer is. Zijn corner wordt onder de lat weggetikt. En de corner aan de andere kant is ook alweer gevaarlijk. En dus een goede fase van VVSB en de grootste kansen ook voor de thuisploeg. De tweede helft dan. De ingooi van Vuilbrief. Oh, het slippertje is daar van Tim de Rijk. En dan is de kans daar voor HSC 21 en moet het 0-1 worden. Maar Ottink mist. Voor open doel, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Maar het was ook natuurlijk het goede jagen van Jordi Zwart die het Ottink nog moeilijk maakte. En waarschijnlijk schrok hij daar zo van dat hij dus voor open doel mist. Nieuwboer. Een aardig schotje, maar niet meer dan dat. VVSB met de corner. En Brammer kan hem nog tegenhouden. Parami in tweede instantie. Zijn schot gaat alleen hoog over. Inmiddels ingevallen. Parami voor Tavila. Hier een goede schuimbeweging van Parami. De voorzet. Beetje achter ook de ingevallen Brendo Ziegertiegem. Maar Bekooi houdt de bal. Bekooi, goede actie van hem. Trekt naar binnen. Bekooi, 1-0. Vlak voor tijd. Tommy Bekooi. Wat een mooie goal sowieso. Maar wat een mooi moment ook voor Tommy Bekooi. Het lijkt alsof die aanval tot niks meer leidt. Helemaal daar bij de cornervlag. Maar Tommy Bekooi, hij doet het gewoon helemaal zelf. En bewijst gelijk zijn waarde voor VVSB. En nu is het een kwestie van rustig uitspelen voor de Noordwijkhouters. Dan moet je dit niet doen, want dan geef je Posma een aardige kans. Maar Ronald van der Meer maakt zijn foutje goed door in ieder geval VVSB te behoeden voor de 1-1. En dan is daar terecht de publiekswissel voor Tommy Bekooi. Die gelijk een mooie eerste officiële wedstrijd speelt voor VVSB.
En het applaus is terecht. Olaf Schel is zijn vervanger en die jaagt hier in ieder geval HSC goed op. Nieuwboer verspeelt dan de bal aan de nieuwkomer van VVSB. Voorzet lijkt achter Serboni te komen, maar Parami kan de bal nog overnemen. Schel krijgt de bal terug. Schel probeert het zelf en doet dat briljant. 2-0. De bal in de dak van de goal. En Olaf Schel doet dit toch hartstikke lekker hoor. Hij maakt de 2-0 en de scheidsrechter fluit daarmee ook gelijk af voor deze wedstrijd. VVSB wint dus de openingswedstrijd tegen HSC 21. En Olaf Schel laat gelijk zijn waarde zien voor zijn nieuwe club. Als je zo van waarde kan zijn voor deze ploeg, is geweldig. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij ben voor mezelf, maar ook voor ons. De eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen. Ja, wat moet je nog meer wensen? En ik denk dat het ook niet meer dan verdiend was. Ik denk dat we 1 kans hebben weggegeven en dat was door een fout van onszelf. En voor de rest zijn we denk ik geen 1 keer in de problemen geweest en hebben we zelf een aantal kansen gecreëerd. En ik denk dat het niet meer dan terecht is dat wij hier die 3 punten hebben. Het was misschien ook een fout van jezelf, maar voor de rest heb jij wel een puike wedstrijd gespeeld. Is dat dan het enige smetje voor jou vandaag? Eigenlijk wel. Ik denk dat verder niet echt fouten gemaakt heb, maar die bal stuitte heel raar op en ik maaide eroverheen. De spits kon zo doorlopen en legde hem voor, maar gelukkig werd hij naast geschoten. Aan de andere kant, je was zelf ook dicht bij de 1-0. Ja, vrij trap op de lat. Ik denk we zijn al 2 weken een beetje aan het oefenen op dode spelsituaties. De vrije trap samen met Vladimir Jozic staak er daarnaast. En hij zegt, ja, neem hem maar. Dus ik denk, ik neem hem en ik krul hem net op de lat. Jammer. Hoe bevalt het je inderdaad bij VVSB? Lekker. Ik ben blij dat ik weer bezig ben. Heerlijke groep jongens bij elkaar. Staf eromheen. Ja, als een warm welkom. Ik heb het niet anders ervaren. Dus het is goed. En het wordt steeds beter. Wat vond je van de wedstrijd zelf vandaag? Want het ging wat moeizaam, hè? Het begin was moeizaam. Wij legden onze wil op aan hun. Alleen, zij lieten zich met 11 man zakken. En dan zie je gewoon dat het tegen elke tegenstander moeilijk is. Tweede helft waren zij uiteindelijk wel denk ik de bovenliggende partij. Maar ja, door karakter en gewoon je eigen spelletje te blijven proberen te spelen is het ons toch gelukt om uiteindelijk de 2-0 van te maken. En de 3 punten zijn voor ons. Ja, goed begin van het seizoen. En volgende week weer 3 punten. Voor dit seizoen is gewoon een plek bij de eerste 7 ons doel. En mijn persoonlijke doel is gewoon om zoveel mogelijk van waarde te zijn voor dit team. Dat is wel aardig gelukt dan vandaag? Dat is voor vandaag al aardig gelukt, ja. De eerste stap is gezet.